Goedemorgen allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag, even kijken, dag 13 van Vlogmas. En het is nu 7 uur, ik ga zo meteen naar school toe. Ik heb vandaag themadag en dat houdt in dat we heel erg bezig zijn met de redactie weer. Yes, super zin in. Ik heb mijn tas ingepakt, oortjes mee, mijn iPhone opgeladen. En ja, super zin in vandaag. Vandaag hebben we zeg maar een deadline, dus vandaag moeten we letterlijk alles af hebben. Maar dat gaat wel lukken, want ik hoef letterlijk maar één filmpje te editen. Voor bij een artikel, dus dat is wel super grappig. Ik heb weer hetzelfde aan als gisteren. Deze kooltrui, kool van de Primark. Deze broek, Bershka. H&M. Schoenen, Vans. En ja, ik ga jullie weer meenemen in de dag. En we gaan kijken wat deze dag me brengt. Hard aan het werk. Hey. Hoe gaat het bij jou, Olivia? Hè? Hoe gaat het bij jou? Goed hoor. Artikeltje aan het typen. En ik ben lekker de vlog aan het monteren. En jij bent het artikel aan het nakijken. Gezellig. Oh ja, dat is een heel ander beeld. Mooi. Oké. Wat vond je goed gaan? Ik vond dat we goed konden samenwerken. Dat de taken goed waren verdeeld. En dat we gewoon goed alles hebben gedaan. Wij konden gewoon goed samenwerken. En wat ging er minder goed? Deadlines. Ik zeg dat ook echt heel dood. Waarom kijkt iedereen mij dan zo boos aan als we daarover hebben? Nee, we kijken jou niet aan, maar ik moet richting jou kijken omdat de camera jij is. Nee, je hebt niet zo hard aan te beginnen. Nee. Oké, en waar ben je nu mee bezig? Ik ben nu bezig samen met Lara aan de vlog. Binnenkort live op ons Instagram account. Hoop ik. We hebben net pauze gehad en ik ga nu weer door hard aan edit. En Lara is hier aan het lachen alsof er iemand wordt vermoord. Maar maakt niet uit, we gaan aan die edit werken. Yes! Yeah. Lekker! Ik heb nog nooit gehoord waar. Nou, zoals je kunt zien ben ik weer thuis. Het is nu, denk ik, rond een uur of 6:30. En ik ben thuis. Wat ik ga doen is, ik ga hem zo omkleden, pyjama doen. En we gaan dadelijk gourmetten, dus daar heb ik weer zin in. Echt superleuk, wij gourmetten altijd. 2 dagen omdat we best wel over hebben. Maar vandaag ben ik ook naar de McDonald's gegaan en dit stukje is niet gesponsord. Niet gesponsord. Maar je hebt zeg maar zo'n app, de kalender app van de McDonald's. Dat je iedere dag zeg maar iets swipet en dat je dan iets voor korting krijgt. En vandaag kreeg je gewoon gratis kerstsokken van Coca-Cola. Superleuk. Dus die ga ik lekker aandoen straks. En en ga ik nu ook nog de vakjes openmaken van die adventkalender. De adventkalender van Flying Tiger en de Smurven. Laat ik beginnen bij die van de Smurven. Het is vandaag, even kijken, het is vandaag 13? Ja, het is vandaag 13. Waar zit je? Oh, hier. Hier zit nummer 13. Oeh. Oh my god. En dit is een heel schattig sneeuwbop, ja, super cute. Dan gaan we over op de adventkalender van de Flying Tiger. En even kijken. 13 zit hier. Die ga ik ook. Oh, nou, die zat er al vastgeplakt. En dit is. Wat is dit? Wat de heck is dit? Weet ik niet. Dus ik ga lekker mijn pyjama aandoen. En dan ga ik vanavond even dat boekje nog invullen met jullie van, ook van de Flying Tiger, dat blauwe boekje. Ik ben elke dag een vraag. En dan, ga ik jullie meenemen weer naar beneden om te gaan eten. Dus, we gaan lekker eten! Oké, vast, doei. Kijk,
Kijk nou jongens, hoe cute! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah! Het zijn die coole kistelken voor cola, cola, light. Of zero, of green, of regular. Yeah! Nou, zoals je kunt zien lig ik weer in bed. Het was een superleuke dag. Ik heb heel weinig gevlogd. Dus sorry voor de korte vlog van vandaag. Het is inmiddels kwart over elf. En ik ben trouwens super blij met het hoesje. Voor de mensen die willen weten wat dit dan is, zeg maar. Want ik heb er best wel vaak de vraag naar gekregen van... Hey Jay, wat zit er in je hoesje? Een foto van mij en mijn nichtje. Super leuk. En ja, ik moet... Zeg maar morgen wordt ook best wel een super leuke dag. Morgen ook best wel een superleuke dag. Want morgen ga ik met Lisa en misschien Ian en Jamira gaan we naar Ogeen in Breda. Want ze komen daar optreden. En zaterdag ga ik weer naar Maan. Dus dat is super tof. Niet de club door, maar gewoon normaal optreden en zo. En ik zie dat mijn camera leeg is. Dus ik ga morgen een camera oplader meenemen naar school. Want dan kom ik even snel opladen in de les. Ja... Echt 100% sorry dat het deze vlog niet zo heel boeiend is om naar te kijken. Dus ik verwacht er ook niet heel veel van of zo. Maar goed, boeien. Ik zie het allemaal dadelijk wel tijdens het editen hoe lang deze vlog is. Ik ben nu alweer echt een minuut aan het lullen of zo. Oké, ik bedank jullie voor het kijken naar deze vlog. Dus voor deze vlog was het nou leuk. Doe je duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En dan zie ik jullie morgen weer. Tot morgen. Bye bye. Laat je leuke hoesje zien. Oh, waar zijn de kerstmannen?